In nummer 10 speel ik een personage waarvan ik niet zoveel kan zeggen zonder iets over het plot te verklappen. There are certain questions that I cannot answer yet. Luister niet. Sluit uw ogen. De wereld is geen schouwtoneel. De film begint te vertellen over een theatergezelschap. Ik speel Gunther en hij is acteur. Hij werkt in een toneelgezelschap. En waarin langzaam de focus op een van de acteurs blijkt te komen. Plots blijkt dat ik in doog gehouden word door een of andere vreemde kardinaal uit Duitsland. Hier speel ik Reichenbach. En Reichenbach is een Duitser eigenlijk. Mijn dochter is mij aan het filmen zonder dat ik het weet. Ga de straat uit om de hoek en alles is zoals het vroeger was. Wat is er? Niks. En dan komen we steeds dichter bij een totaal andere vertelling dan de film in het begin belooft. Je mag niet te veel zeggen, dit schijnt. Zo zijn de begonnen, ik mag niet te veel zeggen. Alex heeft zo'n focus op zoveel details, op tekst, op kostuum, op een bepaald moment een boek vast, dat had hij helemaal zelf gemaakt ook. Hij heeft een tekst geschreven en die tekst die moet je ook letterlijk zeggen zoals hij geschreven is. Dan zegt hij, ik heb het geschreven om een reden. Dat is eigenlijk ja, ook het fijne als acteur, dat je voelt dat iemand zo zeker is van zijn stuk. Wat bijzonder is aan Alex, is dat hij een Van Warmer-Damiaans universum heeft gecreëerd. But the enterprise in which we wish to involve you is much larger than only finding your mother. Is it safe? Ik halte het voor vernuftig wenn wir unser interesse aan Lissy niet erwähnen. Dat is echt uniek in ons taalgebied, waar hem zo'n waanzinnig belangrijk, fascinerend kunstenaar maakt. Hij is de enige persoon die in Nederland echt films maakt waar een lijn in te vinden is, te zien is. Maar ook die met een oeuvre bezig is. En dat is ongelooflijk om als speler onderdeel van te zijn in zo'n klein, groot kunstwerk, vind ik. Zelfs in deze film zit humor ook tot mijn verbazing. Omdat ik zelf vond dat het nogal meeviel. Maar ik heb toch ook een vertoning meegemaakt dat er dan toch weer gelachen wordt. Het is toch wel een heel spannende trip eigenlijk. Ja, absoluut. In zijn verbeelding, maar Alex dat blijft halen, vind je ongelooflijk. Ja. Dat is geestig en spannend. De laatste keer dat ik jou sprak over deze film, dat was een viewing. Toen zei jij, jij maakt vierkante films. En ik heb niet gevraagd wat je daarmee bedoelde, omdat ik dat eigenlijk wel begreep.